Hallo beste groeibloeiers. Fijn dat jullie kijken naar deze groeibloeipresentatie van 2020. Ja, we hebben dus dit jaar hebben we dus ook weer 20 tuinen mee mogen doen met de tuinkleuringswedstrijd van onze groeibloeiafdeling. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Van die 20 tuinen zijn er 4 nieuwe tuinen aangemeld. Daar zijn we ook ontzettend dankbaar voor. En nou, de keurmeesters zijn dus dit jaar op stap geweest. We hebben 3 keuringen. Alleen dit jaar dus maar 2, omdat het voorjaar is uitgevallen vanwege de corona en dat we toen niet in de tuinen mochten komen. De punten zijn dus ook gedeeld door 2 dit jaar en niet door 3. Waar hebben we nou op gelet? Dat zijn dus op 6 criteria's. Te weten, aanleg, onderhoud, sfeer, creativiteit, bloei en kleur en assortiment. Dan gaan we nu van start met de presentatie. Ik bedenk me, ik vergeet u nog te zeggen naar wie u nu eigenlijk aan het luisteren bent. En dat is dus Nelis van den Berg. Dit zijn dus de keurmeesters die dit jaar de tuinen bezocht hebben. En de fotografen die dit jaar de foto's gemaakt hebben, waar we naar gaan kijken, zijn Nanny van Ommeren, Jan Boeren, Jeanette den Hartog. Daar zijn we erg dankbaar voor, want het zijn prachtige foto's. De eerste foto is gemaakt bij mevrouw Van Wiggen. En zoals jullie kunnen zien is het een hele mooie boomgaard, bongerd, heel smal. En dat maakt het juist door de weide waar je tegenaan kijkt. Krijg je dus een vrij breed beeld, terwijl het perceel heel smal is. Zo kun je dus eigenlijk zien dat je met de buren dus, als je daar goed mee overweg kan, kun je een heel mooi wijd perspectief krijgen. Kersenbloesem, dicht op een blauwe lucht. Prachtig om naar te kijken. Dit zijn de plantenbakken van mevrouw Van Wiggen. Een mooie verhoogde bloembedden. Daar vind je een stukje ergonomie ook weer, hè, dat je lekker dicht bij je groente zit. En zo kun je dus elke groente weer apart, eigenlijk apart brengen. Dus gewoon met sla, apart sla, noem maar op. De asperges die uit de grond vieren. Hier hebben we lijffruit. En dit ziet eruit als een perzik met de Judaspenning op de achtergrond. Dit is van 2020 ook weer een nieuwe tuin. Klein voortuintje. Zoals u ziet, ziet u 2 voordeuren. De linkse tuin doet mee. En de rechtse tuin zijn de buren. De plant die je nu ziet, dat is een epimedium. Oftewel in het Nederlands de elvenbloem. Mooie kleine gele bloemetjes. De cornismas. Een enorm vroege voorjaarsbloeier. Heel goed voor de bijtjes, er zit heel veel nectar in. En in het najaar komen er hele mooie rode vruchtjes aan. De camellia, oftewel de Japanse roos zoals u ziet staan. Hier ziet u nog helemaal niets, hier ziet u alleen maar eierschalen. Maar hier zit dus een hosta in zoals u dat ziet, hè, de praying hands. De eierschalen zijn bedekt voor tegen de slakken. En ik kan u verzekeren, het werkt perfect. Dit is bij de familie Den Hartog. Hier ziet u de nieuwe Dahlia tuin. Inspiratie is bij Marieke Nolsen opgedaan, die een lezing gegeven heeft. Dit is dus eigenlijk rijshout. Dit is eigenlijk oude hazelaartakken. Die zijn dus in een raamwerk geplaatst, waardoor er straks dahlia's mogen gaan groeien. Nou, daar krijgen ze stabiliteit van. De gunnera aan de waterkant. Nu nog heel klein. Straks gigantisch groot blad van de kamer van de vierkante meter worden. Erg mooi, erg decoratief. De hyacint. Een echte voorjaarsbloeier. Die ook heerlijk ruikt. Tulpen in hetzelfde kleurpalet.
Ook weer roze met groen. Het lieveheersbeestje op het maagdenpalm. De bloem. Dit is ook weer een nieuwe tuin die meedoet. Een mooi voortuintje. Een mooie, eigenlijk een soort van hofje. En, wat ook erg mooi vind, is dat het een open tuin is. Dus het geeft een ruimtelijk beeld. Hier zien we een ui in de ontplooiing. Nog in de knop. Dit is de achtertuin van deze mensen, van mevrouw Van Brink. De rode esdoorn links in de hoek. Een mooie perenboom midden in de cirkel. De klimaat is alpina. Mooie blauwe klimaters. Hier zien we ook weer een hele mooie winterbloeier. De Strachyrus precox. Hele mooie fijne, het zijn net kraaltjes. Hè? Een groep met helleborussen, kerstroos. Ook enorm bekendheid voor het voorjaar. Kerstroos in een macrofoto. Waardoor je die meeldraden heel mooi kan zien. Een oude olijfboom. Die ligt eigenlijk diagonaal op de foto. En als u nu links in de foto kijkt, dan ziet u dat die alweer een beetje begint uit te lopen. Een nieuw twijgje. De mevrouw Van Dintel. Een hele grote mooie appelboom die staat met paarse bloesem te bloeien. En de kerktoren op de achtergrond. Mooi ranzig kaartje. Dit is de ribes. Ook een echte voorjaarsbloeier. Het bekende bordenrandje langs de schuur van mevrouw Van Dintel. Met de tulpjes en de arboretia en de eribus. Mevrouw Van Dintel heeft ook een mooie camelia staan. Een muscarie of een blauw druifje. Zoals u ziet ook een bijenplant. Dit zijn tuinorchideeën. Dit is eigenlijk een beetje tropisch om te zien. Deze orchideeën heet Calanthe orchideeën. En hier zien we ze al in bloei. De brem, een hele bekende bijenplant, ook een lipbloemige, heel erg mooi ingezoomd. Een geum, zoals u ziet, nagelkruid in het Nederlands. Dit is Lamium ovala, terwijl in de familie van de dovennetel. Het is bij Martijn van Verzeveld. Als je aankomt lopen op de oprit, de entree, mooie pottenpresentatie met diverse soorten planten. Dit vind ik fantastisch, een hele mooie blauwe, felblauwe corydalis. Een heel bijzonder blauw druifje, zoals u ziet. Martijn is de dahlia's aan het voortrekken in de potten. Nou, de kleuren staan erbij. Dus het wordt genieten de zomer in. Dit zou ik zeggen dat het een heuge is, maar het blijkt een geranium te zijn. En er zit een rozengeur aan de bladeren. Alle tulpjes groeien naar de zon. Nou, hier zie je dat heel mooi. Die zwarte tulpen met... Ja, de kleur van de kleurtjes er doorheen. Je ziet een hele mooie kleurschakering. Dit is ook een hele bijzondere plant. Dit is de Matthiasella. En dan is het de Green Dream. Dus het lijkt, het heeft een beetje weg van een, het blad heeft wat weg van de Maggieplant. Of van de Angelica, mensen die dat kennen. Maar de bloemen weer wat weg van een helleborus.
Ja, maar als je getuineerd hebt, is het ook goed rusten, hè? Leuk voor de kinderen. En dit is ook gelijk een knipoog naar de eerste prijs voor de grote tuinen. Dit is een gewone kabouter. En dit jaar hebben we voor het eerst de gouden tuinkabouter. Bij mevrouw van Baren, de vijver met volop voorjaar in de rozen, of de tulpen. Tulpen in het midden van de persoon. De waterplant, de Meliantus trilatifolium. Een pioen die ontplooit. Dit is de Dipsacus fulonum, oftewel de wilde kaardebol. Enorm liefhebber voor de puttertjes, voor de vogeltjes. Dit is bij meneer van Elst. De ifionnetjes, de sneeuwroem zoals we hem in het Nederlands noemen, die blauwe bloemetjes. Hier zien we dan de fritularia of een keizerskroon nog in de knop. En hier zien we een fritularia die bloeit. Dit is ook weer een nieuwe tuin van de familie van de Wekken. Een mooie bos tulpen, zoals u kunt zien, onder de veranda. En hier weer een close-up van die tulpen. Groeten uit Holland zouden we kunnen zeggen. Dit is het pad naar achteren toe, met het mooie beeld in het middelpunt van de tuin. Met vier appelbomen. Hier de bordes, met de sering en de irissen. De uienbol op de voorgrond. Een close-up van de sering. Een close-up van iris, van een baardiris zoals je kunt zien. Germanica. Een close-up van een Salomons zegel. En hier kijken we vanuit de veranda naar, van de achtertuin naar de veranda toe. En dan ziet u op de voorgrond allemaal pioenrozen in de knop. En een mooie sneeuwbal links in de hoek. En hier zien we de sneeuwbal nog een keer. Prachtig om te zien als dat straks weer bessen gaan worden. En hier op de voorgrond ziet u een tamarisk. Dat is bijna naaldhout. Hele mooie, zachte roze bloemetjes. Het lijkt op een suikerspin. En hier zie je daar een close-up van. Close-up van een akelei. Nu gaan we bij de familie van Hoofd kijken. Dezelfde akeleien weer op de voorgrond hier. Naar de achtertuin, naar de bomen toe, gaan we onder een hedera-poortje door. De zijtuin met een stukje gazon en een hele mooie boom in het solitair in het midden. Dat is een Pyrus salicifolia pendula. De vrouw van de schaaf, de mahonia, volop in de bes. Loodblauwe bessen. De achtertuin van mevrouw van Hoofd. De leilindes die u ziet, die net beginnen te uitlopen. Een boompioen, nog in de knop. Hier ziet u dezelfde boompioen nog een keer van dichterbij. De vijver van mevrouw van de Schaaf, met een mooie rode esdoorn. De AZ Dissectum. De familie van de strenen. Het theehuisje wat je op de achtergrond ziet met de border hier rechts. Altijd een prachtige zon.
En het theehuisje van dichtbij. Dat gast, onvoorstelbaar. Het is net bijna kunst. Hier ziet u ook bij mijn trainer hoe dat met geometrie gewerkt is. Ja, de vierkante taxus bollen. Vierkante taxus, de bol op de achtergrond en het dak van de dakplatanen. Mooie geometrische vormen. Dit is bij de familie van Zomerdijk, de vijver met een bruggetje. Een mooie doorkijk naar achteren toe zo. En mevrouw Zomerdijk, die bij het poortje staat. Weer een leuke doorkijk naar de nieuwe veranda die daar gebouwd is aan de achterzijde. Hier links ziet u een boompionier. En een close-up van de boompioen. Ja, dat hoort er ook bij. Arbeiden in de moestuin. En dat is ook wel leuk dat we deze foto's er ook bij hebben, want dat was vorig jaar ook als thema, was ook moestuinieren. Zoals u wellicht al vaak genoeg in De Goede Bloei hebt gelezen. Bij Kalkman in Inge, mooie vrijstaande woning, ook gewoon vrijstaand ook met de boomgaard eromheen. Ook weer aan de, ja, meneer. Een Kalkman op de foto. De azalea's die bloeien. Rijk. En wat ik ook heel leuk vind is die doorgang hier. Je ziet hier een glazen pui. Waardoor je dus als windvanger. Waardoor je dus een hele mooie doorgang krijgt. De akelei. Hier kijkt u dus over de Elzeg heen, richting de boomgaard. En hier hebben we een doorkijk naar de boomgaard. En altijd welkom bij Maria. Altijd de koffie klaar. En altijd gezellig. De schoenlappersplant, de Bergenia. Dit is ook een nieuwe tuin, die hebben we al gezien net, maar dit is de voorkant van mevrouw van Wiggen. De tuin met de roos eromheen. En hier zien we de crèmekleurige roos van dichtbij. Dit is een verbascum, of een toorts in de knop. En hier zien we de bloembakken, die we net ook zagen, alleen dan zijn ze al wat meer vergroeid. De duizendschone dianthus. En ook weer leuk, hè, dat bloemen, pluk, weiden, moestuinieren, dat het heel leuk samen kan gaan. En een dianthus van dichtbij. De asperges. Dit mevrouw van Wiggen doet heel veel met beelden, zoals u kunt zien. Die maakt ze zelf ook. En die staan hier dus ook gewoon gestationeerd in de bloemenweide. Dit is bij mijn familie Vollebrecht. Senecio, rechts in de hoek, die blauwe bloemen. Senecio is het. Hier ziet u een papaver. Hier ziet u erigeron gecombineerd met verbena. De asplenium die uit de grond komt. De tongvaren. En in het begin zagen we de elfenbloem, de epimedium. Hier ziet u hem weer.
Hier ziet u een bijzondere soort salvia. De heugera met de Spaanse marietjes. Dit is de Sergus, oftewel de Judasboom. Deze bloemetjes kun je ook eten. De korenbloemen, Centauria. En hier hebben we een hele bijzondere korenbloem. Een hele donkerpaarse. Hier zien we een soort distel. Hier zien we een kunstwerk van een van de keurmeesters, van Pieter de Recht. Dit is een klaproos in glazen lood. En daaromheen irigisum. Dit is een hele bijzondere dropplant, Agastache. En deze heet dan de kolibri. Een beetje zalmgras. Een mooie clematis. Ik denk dat het een Alba plena is. De Iris pseudacorus, oftewel de waterlis. Hier hebben we de familie Elings, de voortuin. Met de volle bossen met lavendel. En een mooie varen op de hoek van het huis. De achtertuin met het zitje. En de plantenbakken met de petunia's. De hortensia's die net beginnen te kleuren. Een mooie beschutte hoek. Hier zien we de borden langs het huis op. En hier zien we de krambe, de zeekool, die inmiddels is uitgebloeid, maar ook daarin een hele mooie decoratiewaarde heeft. Dit is ook een nieuwe tuin. Deze mensen wonen hier gaan verhuizen, dus hoe dat de tuin erna uit gaat zien, dat weten we niet. Maar ze deden we dit jaar dus mee. En ook voor nu dus voor het laatst, de familie Breunissen in Dodewaard. Dus een hele kleurrijke voortuin. Dit is de achtertuin met het zitje. De vijver. Met op de voorgrond de Litrum salicaria. Hier weer een doorkijkje. Met de atriplex, dat zijn die bordeauxrode stengels die u daar tussen de dahlia's doorziet. Dat is dus de rode mel in het Nederlands. Hier is een spiegel met een stokroos. En dan heb je er twee voor de prijs van één. De heugera caramel. En als u naar links kijkt, dan ziet u hoe mooi dat gecombineerd met die Hemerocallis. Daglelie en daarin een donkere hoek. Achterin staat de Lysimachia punctata. Ook weer heel erg mooi de omgeving erbij getrokken. Dus de weilanden, de knotwilgen. De tomaten. En hier ziet u ook weer hoe kleurrijk het daar is. De vlonder staat ook een Streptocarpus. Dat is in die blauwe pot. En, wat ook heel leuk is, hier ziet u dus de decoratiewaarde van de stam van een blauwe regen of van een wisteria. En daar hebben ze een accent op gelegd met een touw erin. En hier ook weer een doorkijk over de border heen. En ook weer met moestuinieren en dan met een touw. Sla, penselie. Dan gaan we naar de familie van Baren. Op de voorgrond zien we de papavers. Ook weer de moestuinieren met de venkel.
En dit is de boomgaard met de boomspiegels die ingezaaid zijn. De rozen met daaronder loopkamillen. En een hele mooie cornus bij het Letterland. Cornus causa. De pioen. En de close-up van de pioen. De moestuin van het Letterland. Wat ook heel mooi is als u achterin bij de kast kijkt, daar ziet u een boom. En dat is eigenlijk een druif. Een hele oude stronk. Een mooie lidcactus. Ja, als je dat ziet, prachtig hè, met dat mooie rode kleur. De zwemvijver van de familie van Zetten. De ceder die over het water heen viert. En een nymphea, oftewel een waterlelie van dichtbij. Ook weer een salamander en een mooi beeldje dat op een waterornament zit. Bij van Dintel de fuchsia. En de phlox die staan te bloeien. Oxalis, klavertje. Een stukje van de border, de vlinderstruiken en de hypericum, de geraniums en de Demerocallis. En dit is de Malus Rudolf. Een beetje paarsige appel. En weer een doorkijkje bij mevrouw van Dintel. Tussendoor tentjes door. Close-up van een fuchsia. En een fuchsia in de border. Dit is de persicaria op de voorgrond bij de familie Elings. En hier ziet u hoe dat er mooi gewerkt is met organische vormen als u het gazon met het schint naast elkaar ziet. De catalpa op de hoek bij de oprit. Mooi fris geelgroen blad. En hier mooi, hier weer doorkijkt naar de catalpa toe. Met hortensia's. Hier ziet u de bloembakken nog weer. En met op de achtergrond een lijsterbes, een sorbus. Doorkijk je door de hortensia's. Met het flaticodon, dat is het plantje, blauw bloemetje wat op de tafel staat. En ook de witte bloem die erbij staat. Dus ook weer de moestuin bij de familie Elings. De rucola die bloeit in het veldmengsel. En zo ziet u dat van dichtbij. En nog dichtbij. De grausbloemen. En zo kun je dus zien dat je kan combineren met biodiversiteit in een moestuin. Een mooie braam die nog volop in rijpingsproces is. En dit is bij de familie Schaaf. Hetzelfde doorkijkje wat we al een keer gezien hebben, maar nu volop in het loof, hè, de wijnlinden. Links ziet u de vlomus. Hier ziet u de gunneraar links in de hoek, boven het beeld. Ik zie een Magnolia grandiflora. Beetje ja, subtropisch doet dit aan. Een bloembak met
voornamelijk eenjarige, maar ook een perovskia zie ik staan, met die blauwe, lichtblauwe aren. De waterlelie in de knop. En hier zien we ook weer het subtropische met de palmen. En een leuk kampvuurtje. De mooie atlaszeden van mevrouw van der Schaaf. En een kegel die eraan komt. Hier ziet u ook weer een stukje van het moestuinieren. De bonen die hier mogen gaan. Hier zijn we een familie van Verzeveld. De foto die is vanuit het huis van boven afgenomen. De prachtige buxushagen en het gazon. En zo zien we goed hoe dat de indeling van de tuin is. Het ornament, de plantenbak op het gazon. Met de crocosmia op de achtergrond, dat zijn die rode bloemetjes. Hier zien we de naald van Cleopatra. Een bijzondere Echinacea. Door een blauwe gek. En dit is de Santorina rosmarinus. Oftewel de heilige bloem. Weer op de oprit bij Martijn. Eén groot kleurenfestijn. En u ziet dat hier, dat het doorgaat. Diverse planten. En ook weer een Echinacea, en dit keer een rode. En dit is een zinnia. Dit is bij familie Ter Haar, de Helianthemum. En een geranium in een pot tegen een taxushaag. Volop in knop. De Listeria, de blauwe regen die bloeit. Mijn close-up van de blauwe regen. Een doorkijkje naar achteren met de baardiris weer en een appelboompje. Hier ziet u hoe mooi de bekervarens opkomen, de Matheusia, Struiopterus. En hier zien we een foto van een bekervarend dichtbij. Gaan we weer naar de familie van Wekken. De rode bloemen hier op de voorgrond, dat zijn brandende liefde, lichtnis. En ik zie ook links dahlia's. Hier rechts staat een deutje te bloeien met die witte bloemen. En dit is echt een landschapstuin met diverse grote groepen met vaste planten. Pad naar de, van de achterdeur naar de tuin in. Met links en rechts algemene mollus, de vrouwenmantel. Hier zien we ook weer hoe mooi het is om met verschillende contrasten en texturen te werken. Met de oolstal op de achtergrond. De astilbe daartussen en dan het Zeeuws knopje, de astrantia op de voorgrond. En hier zien we de Annabel. Of de roze Annabel met de rode rozen op de achtergrond. En hier zien we de foto van de andere kant genomen. De kniphoofd via de vuurpijlen. Nou, de naam moet het wel eer aan als u dat zo ziet. En hier zien we een Judasboom en daar de peulen aan. En hier van dichtbij.
Je ziet hier rechts de delphiniums, de riddersporen. Mooi blauw. En hier zien we ze van dichtbij. Hier is een enkel bloemetje van Narcissus. En hier hebben we weer de doorkijk bij de familie Vollebrecht naar achteren naar de weilanden. Hier zien we de potten van mevrouw meneer Vollebrecht. De rozen voor bij de oprit. Hier is de zijtuin, dus van voor naar achteren toe. De mooie Eonimus in het geel. U ziet hier een papaver die probeert te ontluiken. En dit is een oranje papaver. Een hortensia. Gecombineerd met hulst. Met de Gamaciparis obtusa nana gracilis, terwijl de stompen tuya. Hier zien we een combinatie van verschillende salvia's, onder de nachtvlinder en de glimmer. Hier zien we een tuintje, dat is ook van boven, van de familie van de perg, dat is ook van boven afgenomen. Deze tuin is exact 4 bij 5 meter, oftewel 20 vierkante meter. Hier zien we een doorkijk. En nog een doorkijk. Hier zien we de bloembak aan de voorzijde van de straat. En je ziet wat gedetailleerder met de vloksen en het tripskruid. De kamperfoelie die tegen de gevel aangroeit. Gecombineerd met winterjasmijn. In combinatie met de mooie persicaria en de imperata, dat is dat rode bloedgras. En hier ziet u de Mina lobata op de voorgrond. Gaan we weer bij mevrouw van Brink. Met de perenboom in het midden. En ook weer een soort van distel. Een mooi ornament aan de achterzijde, de uienbol op de voorgrond en een lupine. Je ziet hier een mooi doorkijk van een mooi pad. En hier weer een ridderspoor met een ornament. De rozen met meneer en mevrouw van Hoof. En een close-up van de rozen. Combinatie van een persicaria met een anemoon. En we zitten in de Betuwe, dus de appels mogen niet ontbreken. De dropplanten, de achterstaggen. En een hele mooie ceanotus met de kleine sering. En de vrouw van Thijssen. Een mooie close-up van een clematis.
doorkijk met koekoeksbloem. De fuchsia. Een mooie witte pioen. En dan doorkijk en dan staat een wilgje. Die staat heel mooi. Met wit-roze ja, takjes te bloeien. Dit is de Malus Red Sentinel. Een mooie collage bij mevrouw Van Wiggen met als titel Oogstfeest. En dat gaat dan door met de nectarines, de amandelen. Hier ziet u de amandelen en de rozenbottels. De artisjok. Close-up van de artisjok. Hier ziet u een vlasbloempje met een juffertje in het groen. Bij Van Baren de sedum herfstfreude met de roos op de voorgrond. De Verbena bodoniensis, dat zijn de blauwe bloemetjes door de rozen gemengd. En hier zien we ze alsnog op de voorgrond. Met de asters daartussendoor. Een gele roos. Een zalmkleurige roos. Een roze roos. Een mooie dahlia. Dit is de Stachys hummelo. Dit is een favoriet van Piet Oudolf en ook uit zijn selectie. Een liatus, een pronkert. Twee dagpauwogen die op een Verbena de Bononiensis zitten. Een mooie rode dahlia. De tabaksplant, en dan in een lijmkleur. De eerste dauw of de regen op een roos. Dit is weer de Mina Lobata, Spaanse vlag in het Nederlands. Nu weer een dahlia. Dan gaan we naar familie Koopman. Een mooie prominente conifeer. De pampasgras, de korte deria, die onder de notenboom staat. Met het zicht door de boomgaard heen. Pottenhoekje op tafel. En dan zijn we sla aan het inzaaien. Links zijn dat pachysandra. Een zitje met een pompoen. Dus we weten dat het inmiddels najaar begin geworden is. En een close-up daarvan. De liriopen bij te haar. Prachtige blauwe bloemen. En dit zijn de zaaddozen van de Nicandra. Dat is weer familie van de aardappel en de tomaat. Herfst is met grassen. Zoals je kunt zien. En dit is de voorkant bij de familie van Els. Met de chelone op de voorgrond.
De sedum herfstvreugde weer. Met de rozen op de achtergrond. En een mooie oranje roos. En het rosarium bij de familie van Elst is opgeheven. En daar hebben we nu een bloemenmengsel eigenlijk met allerlei verschillende soorten vaste planten. Heeft familie van Elst daar neergezet. Allerlei kleuren. Blauw, paars, geel, oranje. Heel mooi de cyclamen die door het plat heen komen. De Verbena bononiensis is ook echt een vlinderlokker zoals je ziet. Ja, dat zagen we net met de dagbouwoog. Hier een koolwitje. De slootkant erbij. Familie Izomerdijk met de rozen. En een doorkijkje naar de moestuin. Dat moet ook gebeuren. Lekker relaxed, het krantje lezen. De paprika's. Beginnen ook al mooi te kleuren. En dit is bij de familie Breunissen vanuit de achterzijde naar de voorkant gefotografeerd. Mooie wiekes van een dahlia's. En een zalmkleurige dahlia in combinatie met een salvia. Een mooie blauwe aster. En dit zijn allemaal terracotta kleurige bloemen waaronder een dahlia, een coleus en een echinacee. En hier zien we ook weer een coleus in combinatie met een hele fijne sedumsoort. Een mooie dahlia. En weer een aparte dahlia. Een mooi klein sedumpje. Die in een gietijzer pakje gezet is. En dan gaan we weer naar mevrouw van Brink. Taxushaag en de midden de Euphorbia. En een mooi stilleven met uitgebloeide Rebecca en dan de Molinia. Dat is dat siergras wat u er tussendoor ziet. Hier ook weer cyclamen, maar dan wit. En als je een miniatuur vijvertje wil, is zo'n eikenton ook heel erg leuk. Dit is weer even iets nieuws, een filmpje zoals u ziet. Dit is een hele bijzondere plant, dit is de lotusbloem. En als we nu goed letten, u ziet dus dat het inmiddels is gaan regenen. En als we nu goed kijken naar het blad van een lotus, dan zou dat als je dat onder een microscoop ziet... Dan staan er, lijkt het net kleine dakpannetjes, dus er blijft totaal geen regen op liggen. En dat is bijvoorbeeld weer een tegenstelling tot wat u ziet bij een vrouwenmantel, waar juist de dauwdruppels wel op blijven liggen. Dat is een leuke wetenswaardigheid van de lotusbloem. Nou, hier ziet u dus ook de bananenbomen, de citrusbomen. Hier ziet u dus dat het hier erg subtropisch is bij mevrouw van de Schaaf. De Ginkgo biloba. Het lijkt een beetje, het plat lijkt een beetje op een vlinder. En dit is gember. Wat je in thee kan doen. Dit is de Piracanta. Bij de familie Elings. Oftewel de vuurdoorn. En het zitje onder het prieeltje bij de familie Elings. Leuk, die konijntjes. En ook bij de familie Elings een dahlia in close-up.
asters, een echte herfstbloeier. En een close-up van de aster. De Sergius Silicastrum, en ik denk dat dit de Forest Pansy is. Bij Vollebrecht staat ook een Pyracantha. En dit is een rode variant van de vuurdoorn. Mooie knolbegonia in het geel. Een dahlia die verscholen zit. En nu zit hier een roze. Op de voorgrond de begenia. En daaroverheen en de achterzijde zit uw hortensia's. De familie van Dintel. De dahlia's weer. En ook de helianthemum, of de rebecca. Ook weer dahlia's, en dan weer in een oranje kleur. En dit zijn hele grote roze dahlia's. Dit is weer bij Martijn van Herseveld, een grote miscanthus op de voorgrond. Mooi al die kleurschakeringen in het loof. En een doorkijkje naar het prieeltje toe. En een mooi ornament. Met de verbenen op de achtergrond. Twee mooie potten die opgevuld staan met eenjarigen. En de compositie die hij heeft hier op de oprit. Hier staat de basilicum, de tibuchine. En de tibuchine van dichtbij. Een mooie berenklauw. Met tegenover de als achtergrond hebben we dan de zinken tijlen. En knolbegonia's weer. Dit is weer van de berg. Dit is een agapanthus. Op een glasplaat. En de schaduwen die u ziet, dat zijn dus de buren. En hier ziet u dat ook. Dus het is zeker niet gefotoshopt. Het is real life, zoals de Engelsen dat zeggen. Dit is de voortuin weer. Van 20 vierkante meter. Dit is een poederkwast. En dit is bij Van der Wekke, de Imperata, met de gevouwen handen. Mooi de perspectief van de blauwe potten met de agapanthussen. Hier een mooie doorkijk naar achteren toe met de hortensia's en de beukenhaag. En de tijlen aan de muur. Mooi landelijk. Je ziet nu echt dat het al herfst wordt. Cornus, met dat rode blad, dat wordt straks roodhout. De persicaria's. De agapanthussen zijn heel netjes afgeknipt. Dus dat heeft de plant geen energie gekost om zaad te vormen. Want dat was er al af. De arcolithums. Mooi in een schuine lijn omhoog. Monnikskap. Een aster. En een colchicum, oftewel een herfsttijloos.
De hamamelis heeft ook al zijn bladkleur aangenomen voor de herfst. En hier zien we dus de fotografie nog een keer door Jan Boeren, Nanny van Ommeren, Jeanette Hartog. De presentatie was door Nelis van den Berg. En dan nu zou normaal gesproken Henk Martens, onze voorzitter, de prijsuitreiking doen. Maar ja, nu gaan we ze dus echt bekendmaken. Dus u gaat ze nu zien. In de categorie Kleine Tuinen is de derde prijs is gewonnen door mevrouw Van Dintel uit Eckenwiel. Met een mooi totaalscore van 75,2. De tweede prijs is gewonnen door mevrouw Mattie van Brink uit Zetten. Met een mooie score van 79,3. En de eerste prijs voor de categorie Kleine Tuinen is dit 2020 gewonnen door mevrouw Breunissen uit Dodewaard. Met een mooie score van 84,2 punten. De categorie Grote Tuinen gaat de derde prijs dit jaar naar mevrouw Van Wiggen uit Maurik met het mooie score van 76,8. De tweede prijs gaat naar de heer Van Zetten uit Opheusden met een mooie score van 78,4. En in de categorie Grote Tuinen heeft mevrouw Van Hoofd uit Maurik gewonnen met de mooie score van 79,4. En buiten mededinging, waaronder het bestuur, de fotografen en de keurmeesters vallen, is de eerste prijs gewonnen door meneer Van Verzeveld uit Ochten met een score van 86,4 punten. Zo zijn we aan het einde gekomen van dit tuinseizoen 2020. Ik wil u bedanken voor het kijken. Ik hoop dat u net zo genoten heeft van de foto's als dat ik het heb gedaan. Ik wil u nog een kleine oproep doen. Mocht u in 2021, dus dit jaar, mee willen doen met de tuinkeuring, meld u aan. We zijn ook dringend op zoek weer naar nieuwe tuinen. Want ja, hoe leuk is het om bij een ander te snuffelen in de tuin en om daar mooie kiekjes van te hebben. Dus bij deze. En tot slot wens ik jullie nog een heel mooi tuinseizoen toe in het nieuwe jaar 2021.